aan te tonen dat deze Taborn echt wel kan darten. Maar het is alles of niet. Eziva. Ja, er zit wel wat oranje in de zaal, zeker. 140. Nou, die hebben de kaarten dan toch bij tijd moeten kopen. Want zeker de laatste dagen waren al 500 uitverkocht. 36. Raymond Junior. Dat is de zaal niet. Moet je er bij tijds bij zijn, wil je kaartjes hebben voor, nou, vanaf de kwartfinale zo'n beetje. 55. 95. Raymond Juriqua, 81. 2-1 voor in deze tweede set. Bullseye gegooid, 15-8. 65. Alan Uniqua 130. 130 voor Taborn. Is een finish. Triple 20. Ja, nog een keer triple 20 voor dubbel 5. Enkele 20 voor Bullseye. Taborn. Ja, dat is finish. Alan Taborn. Nou, maar breekt hij van Barneveld. Komt hij 2-1 voor in deze tweede set. En mag dan zelf deze volgende leg beginnen. Om de set binnen te halen. 100. Ja, wat je zegt, het is alles of niks bij Taborn. Daarvoor had hij alle mogelijke moeite om een finish te halen naar 10 perfecte darts. Of zo goed als perfect. 180. Tweede 180 voor Van Barneveld. Nou, dat hebben we deze week van Taborn ook wel een paar keer meer gezien. Dat hij een aantal legs achter elkaar dan simpel wel niet lijkt te kunnen missen zowat. En dan heeft hij ook weer een aantal legs achter elkaar bij dat je denkt van, wat doe je op dit kampioenschap? 65. 59. Dit is dan weer, ja. Echt heel goed. Nee, het initiatief geeft hij weer weg natuurlijk. Kost Marv het wel een triple gooien nu. 45. Doet hij niet. Dan valt de schade voor Taborn alsnog mee. 100. Een triple gewonnen in ieder geval. Tegen de finish voor Taborn. Maar daar gaat Barneveld zeker ook op komen. 171. Wat heet? We zitten op tops. Taborn 144. Twee triples noodzakelijk. En die gegooid. En dus tops zo dadelijk voor Van Barneveld. 60. Om Taborn weer terug te breken. 14. Dubbel 10. Dubbel 10. 20. En dat ging in het begin van de wedstrijd echt moeiteloos. De eerste drie dubbels gingen bijna zonder te kijken. Nu mist hij veel. Dan geeft dus Taborn de kans om deze set te pakken. Triple 20 niet, 14 of triple 14. Het is een enkele voor Bullseye, maar ja, die raakte die de vorige leek ook. 59. Deze keer niet. Raymond Juriqua 20. 2-2. Maak er 2-2 van. En dan kan de volgende leg weer zelf beginnen. Tja, dat was niet zo moeilijk. Althans, er zijn er meer die dat voorspeld hadden. 100. Ze kunnen er niet echt bij te veel op verdienen. Nou, deze mannen hadden wellicht gehoopt op een kwartfinale tussen Van Barneveld en Mardel. Dat had gekund. 100.
42. Niet dat Mardel al in de eerste ronde eruit ging. In voor van Alan Caves. Tibbern staat weer helemaal niks te raken. 28. Ja, die staat dus zo dadelijk met 2-0 achter. 100. Dan met 180 komt hij op 151, maar ja. Dan moet je eerst nog 180 gooien. Dan moet Van Barneveld nog missen. En dan moet je nog die 151 uitgooien. Dat zijn wel drie dingen op rij die bij de eerste keer al misgaan. 84. Dus Van Barneveld voor de tweede set. Triple 20, dubbel 18. Alsnog triple 20. Dat niet, maar ja. Mag er zo dadelijk gewoon voor terugkomen. Zullen we weer op tops. Die zo even niet raakte overigens. 99. Dat was de eerste set erg goed verzorgd. Het vinden van de dubbels. Tweede set tot nu toe wat minder. Maar met de tweede dart alsnog dubbel 20 gevonden. En zo wint Van Barneveld zijn eigen set. En komt hij in de partij tegen Alan Tabern op een 2-0 voorsprong. En heeft hij dus nog drie sets nodig om de halve finale te bereiken. Tabern mag beginnen. Vorige keer dat hij een set begon was set 1. Toen pakte hij geen enkele leg. Maar toen begon hij zwakker dan dat hij nu begint. Ja, hij moet deze set houden. Als hij de set niet houdt, dan is het afgelopen, denk ik. Dan gaat hij niet meer terugkomen. Maar hij heeft in de vorige set wel aangetoond dat hij de capaciteiten heeft om Van Barneveld bijvoorbeeld een keer te breken. Maar dan komt hij nu weer met een 26 score. Het is niet constant. Maar dat is het hele toernooi al niet geweest. Hij is overigens wel cool geweest op de momenten dat het ertoe deed. Hij wist wel altijd de goede finishes of de goede dubbels te raken. Dat zegt al iets als je dus de twee laatste wedstrijden met 4-3 hebt gewonnen. Dan was het dus heel spannend. Was het dus heel close. Tegen Offens zelfs kreeg hij wedstrijdpijlen tegen. Dus die wist hij dan toch weer te winnen. In ieder geval die coolheid om die laatste dubbel te gooien. 58. Een flinke score. 98. In ieder geval Van Barneveld op een finish. Stabber niet. Dus voor de Shanghai 20 komt Van Barneveld sowieso terug. 60. Raymond, you require 120. Misschien voor wat hij mogelijk overlaat ook nog wel. Triple 20. Die kan dus boven op die dart ongeveer. Ja, voor tops. En een 1-0 voorsprong. 80. Alan, you require 136. Twee triples nodig. Dat is één. Nog één voor dubbel 8. Dat niet. Maar je ziet dat hij denkt er niet lang bij na. Meteen doorgooien. Dubbel 20 voor, 1-0 voor in deze set. En daarmee breekt die Tabern weer heel snel in de set die tegenstand is begonnen. Zelf de tweede leg van deze derde set beginnen. Barneveld's derde, de 19e in dit toernooi. En zo langzamerhand komen we dan op het punt waarop Van Barneveld weet, dit ga ik niet meer verliezen. En dan weet hij over het algemeen nog wel een tandje bij te schakelen. Zodat zijn tegenstander dat ook heel snel doorheeft. Ja, je kan er beter dan snel klaar mee zijn, want morgen wacht alweer de volgende wedstrijd, de halve finale.
Riva. Ja, verrassende halve finalist wacht er eventueel hoor. Dat wel. Nog een triple 20 voor dubbel 8. 96. Alan Uri Kwaal 161. Dat was 130 om Van Barneveld te breken. 161 zit er niet in. 100. Raymond Uri Kwaal 40. Weer tops. Al een paar keer gezien. En die is ook in één keer geraakt. Raymond van Barneveld. Voor Legis Allen de Vrouw. Came on. Wayne Marvel fans ook al over gestapt op de Barney Army. 100. Ja, je ziet toch heel veel in de zalen waar de politie komt dat je bent of voor Taylor of tegen hem. Ja. 60. En dus stappen fans van andere spelers vaak over moeiteloos op andere spelers waarvan zij maar denken dat die een kans maken tegen Taylor. Want 95. Ja. Taylor wint al jaren natuurlijk bijna alles wat er te winnen valt. En ja, Ellen heeft nog geen finish. Nee. En het zou wel eens de tweede set op rij kunnen worden die Tabern is begonnen. Waarin hij niet 45. Een dart voor een dubbel gaat krijgen. Raymond Uri Kwaal 106. Met oranje sjaal getooid, Sylvia van Barneveld. Dubbel 18. Dubbel 16. Oeh. 74. Alan Uri Kwaal 136. Het kan dus nog een dart op een dubbel, maar dan moet hij eerst triple 20 gooien. En daar zit hij al boven. 88. Raymond Uri Kwaal 32. Dan kan hij ook wel even dubbel 16 testen. En zo wint Van Barneveld voor de tweede keer een set die Tabern is begonnen met 3-0. Daartussen zat een set die hij zelf mocht beginnen. Die won hij met 3-2. Dus lijkt er helemaal niks aan de hand voor Raymond van Barneveld op weg naar de halve finale morgen tegen Andy Jenkins. Hij leidt in de wedstrijd tegen Alan Tabern met... Is Raymond to throw first? Come on! Voor de vierde set in deze wedstrijd. 95. En de tweede keer dat Van Barneveld een set is begonnen. De enige keer dat hij werkelijk tegenstand van Tabern ondervond was in de 83. Set die hij begon. Je kunt nog geld zetten, ja. Van Barneveld, dat valt nog mee. Meestal sluiten de wetkantoren op dit moment. We moeten wel 500 inzetten om er 500 van 1 terug te krijgen, maar toch? Ja, in die set had Tabern... In die eerste leg, dat hij na 9 darts op een dubbel stond, zo'n beetje, had hij natuurlijk 10 darts voor de dubbel. Hij won de tweede en derde leg, dus theoretisch had hij die set met 3-0 kunnen winnen. Maar ja. Ja, in de praktijk verloor hij met 3-2. Dan staat hij dus 3-0 achter. Alan Tabern. Fifty-five.
In het toernooi dus waar 4 Nederlanders aan begonnen. Hoogste deelnemersaantal ooit op dit WK. Josef Schenk raakte in de eerste ronde kwijt en dat was tegen Dennis Priestley. Hadden we van tevoren al een beetje ingecalculeerd dat dat mogelijk een vroeg slachtoffer in dit toernooi zou worden. Rico Fonk kwam tot de derde ronde. En Floor van Barneveld, dubbel 16 voor een 106 finish. Game shot on the first leg. Raymond van Barneveld. Second leg is Allen to throw. Game on. En Roland Scholten, dat was een klein beetje een tegenvaller. Raakten we gisteren kwijt in de derde ronde. Ja, dat viel zeker niet mee. Ja, hij heeft altijd lastig op dit toernooi, Scholten. Het is gewoon niet zijn toernooi. Misschien is de zaal te klein, te warm. Nou, om maar eens mee te beginnen. Na die 106 finish van zo even. Nu 180. Dan heb je als tegenstander misschien best nog snode plannen, maar daar is geen kruid tegen gewassen. Het finish is van hoog niveau. Dat finishpercentage van Tabern is natuurlijk een klein beetje krom getrokken door die ene leg waarin hij er zo verschrikkelijk veel miste. Verder mist Tabern namelijk helemaal niet zoveel kansen. Ja, hij krijgt er gewoon niet zoveel. Dit zijn best aardige aantallen als je kijkt hoe weinig legs ze tot nu toe gespeeld hebben. 1700 plus. 4 keer 180. Ja, hij heeft dat punt ook bereikt nu dat hij weet, dit is binnen. En dan is het ook wel heel makkelijk spelen natuurlijk. Want dit is een leg die Tabern is begonnen. Ja, maar Tabern, dus, ja. We hebben het bij Vonk gezegd, hè, van ga op podium op, geniet ervan. Dat is wat Tabern ook moet doen. Tops voor Van Barneveld. In een keurige leg, laat dat gezegd zijn. Want het gemiddelde in deze set zal ongelooflijk hoog zijn. Ja, er is ook geen tegenstand meer. It's time, please. En mensen die Tabern hier voor het eerst zien spelen, zullen wellicht denken van, kan deze man nou echt bij de laatste 8 van die toernooi zijn terechtgekomen waar de 64 aan zijn begonnen? En Tabern heeft heus goede wedstrijden gespeeld. Ja, zeker de gemiddelden die geven dat toch ook wel een beetje aan. Aantal wedstrijden waar het dicht bij elkaar zat, waar hij dan toch gewoon de goede gemiddelde blijft gooien. Van Barneveld laat ondertussen de 5e aantekenen. Bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Ovens, dat was toch wel zijn beste wedstrijd. Zat hij rond de 30, ook in de vorige ronde tegen Askew, zat hij zelfs boven de 30 gemiddeld. En dat zijn toch gemiddelden waar niet iedereen aan komt. Ja, dat is dus voldoende om een kwartfinale te halen. 58. Maar de mannen die verder komen, die gooien gemiddelde. En die weten ook hun gemiddelde wat op te krikken. Bij Tabern is het gelijk. Derde van deze wedstrijd. Brengt hem op een 161, op een finish dus. Waar Van Barneveld daar niet op staat. Maar ja, goed, gaat hem hier wegzetten. En Tabern gaat 161 niet uitgooien. 58. Ja, Van Barneveld zet hem nou niet al te best weg. Maar gaat voor die Shanghai 20 wel gewoon weer terug naar de hockey. 99. Raymond Juricoin 120. Hij heeft al 7 op rij gewonnen van Barneveld. Als de 8e ook binnenkomt, dan is het 4-0 in sets. Tops. 80. Alan Juricoin 62. Dan krijgt Tabern de mogelijkheid om van Barneveld te breken. Had hij een achterstand natuurlijk nog steeds. Dubbel 16. Game shot on the third leg. Alan Tabern. Fourth leg is Alan to throw. Game on. Come on, buddy! En dus de legs die hij afgeeft van Barneveld, dat zijn legs in de set die hij zelf is begonnen. Sterker nog, Tabern heeft nu 3 legs gewonnen.
En van die drie waren er twee die Van Barneveld was begonnen. 100. Ja, en als we nogmaals die ene leg even vergeten qua dubbels, dan heeft Tabern ook gewoon 75% op de dubbels. Want 3 uit 4. 95. Is zo slecht nog niet. Dus als hij gaat scoren, als hij bijblijft. Nee, het is al te laat, hè? Tuurlijk, de achterstand is te groot, maar om aan te geven dat hij wat kan. Ja, nee, absoluut. We zullen Tabern ook nog wel vaker zien. 15 aan. Aankomende jaar zeker, want hij stond 45 als voor het toernooi een aanvang nam. Inmiddels op de nieuwe wereldranglijst. Als we die zelf even handmatig hebben bijgewerkt, dus het is even onder voorbehoud, staat die 25ste. 140. En de enige die hem eventueel naar de 26ste plaats zou kunnen duwen is Darren Webster. Maar dan moet hij wel winnen van Taylor. Zo dadelijk in die laatste kwartfinale. 81. En dan moet hij dan ook winnen van Hamilton. 121. Dat gaat niet gebeuren. Van Barneveld 121. En triple 20 is ook geen dubbel 18 die dan overblijft. 15. Ja, dan Tabern 126. Triple 19. Met de eerste of de tweede dart. Maar ze moeten in ieder geval in de 19 zitten. Dat is een triple alvast. Een enkele 19 laat bullseye. Eén pijl voor Tabern. Ja, kijk, ja, dat doet hij dus iedere keer wel goed. Ellen Tabern. Dit is een vraag, Tabern. We hebben er nog niet heel veel gezien. Maar zo rustig als haar man overkomt op het podium, zo niet rustig is zij. En dus wordt Van Barneveld voor de tweede keer in deze wedstrijd op zijn eigen set gedwongen een beslissende vijfde leg te moeten spelen. En dan begint hij weer met 60. Dat is, ja, toch zonde bij Tabern in die laatste leg van de tweede set kon hij volgens mij maar net onder 300 uit. Heel sterk hersteld van Barneveld. Eerste dart in de 1. Ja, kansloos. Tabern heeft drie keer triple 20 nodig om enigszins in de buurt te komen. Dat is er één. Maar dit is dus niet genoeg normaal gesproken. Voor Van Barneveld moet hem dan wel de vierde set gaan opleveren. Triple 15 of de boel. Deze keer triple 15 voor tops. Triple 10. Game showing the fourth side. Raymond van Barneveld. En Van Barneveld pakt ook de vierde set die wordt gespeeld. En dat vuistje zegt er wel even wat. Want ja, er is geleerd, nou, mag u nog een keer een set af te staan. Daar gaat hij niet aan beginnen. Hij wil gewoon met 5-0 winnen. En is wat dat betreft lekker bezig, want hij staat 4-0 voor. De setgemiddelde bij de tweede set. Een laag gemiddelde was van Barneveld. En de rest, ja, zeker set 1 en set 4. Ja, prima. Niks, eigenlijk niets op af te dingen. Het verschil is ook groot met de tegenstander. Set 2, laag gemiddeld. Maar ja, dat, nogmaals, en daar zijn we al aan. Die ene leg waarin wel heel veel dubbels werden gemist, werd het ook heel veel door Van Barneveld gemist. En dan gaat het gemiddelde gewoon snel omlaag. Tabern stond na 9 darts in die leg op een dubbel. Dit gaat Tabern dan wel goed af. De vierde van vandaag. En toen had Van Barneveld eigenlijk die leg al weggegeven. Dus die stond ook een beetje 41-45 te gooien. En dat is voor het gemiddelde nooit zo goed. 100. Maar de tegenstander voor morgen en eventueel
voor nieuwjaarsdag is in ieder geval gewaarschuwd. Voor zover ze dat nog niet waren. Ja, Tibburn zat toch echt, koste wat kost, wilde voorkomen dat hij met 5-0 op de broek krijgt. 100. Van Barneveld. Dan is dit de laatste kans voor Tibburn om zijn eigen set te houden. Alan, you require 121. Dubbel 17. Ja. En bullseye. Hij heeft nog geen leg gepakt in de set. Raymond Jury, 161. Als Barneveld 161 niet uitgooit, dan krijgt hij daar de kans toe. Via dubbel 16. Maar ja, triple 17, nou, die zit eronder. 97. Alan Jury, 32. Zijn eerste leg te pakken in zijn eigen sets tot nu. Eén dart voor dubbel 16. New score. Raymond Jury, 64. Dat is niet best. Nee, dat weet hij zelf ook wel. Hij schudt nog even naar het publiek. Acht gegooid, 16 en tops. Game show in the first leg. Ja. Raymond van Barneveld. 1-0 voor Raymond van Barneveld. Mag dan de volgende leg weer zelf beginnen. Niet tevreden met 100. Hij wil het nu echt zo snel mogelijk. Ja, wil zich voorbereiden op de halve finale vanmorgen. 45%. Dat is het percentage waartegen Van Barneveld zijn dubbels het hele toernooi gooit. Dat is hoog. Dat is bijzonder hoog, inderdaad. 140. Daar win je normaal gesproken toernooien mee. Zeker als je Van Barneveld heet, want het scoren bij Van Barneveld is sowieso bijna nooit een probleem. 60. Dus hij komt vaak op een dubbel. En als je dan anders een half dubbelspercentage hebt,